Chloe, haar kanaal. En vandaag ben ik samen met mijn vader en we gaan de Habanero Challenge doen. Wat gaan we doen? De Habanero Challenge. De Habanero Challenge? Wat is dat dan? Dat is dus een challenge. Ja? Dat is dus een challenge waar je dus dit moet eten. En dat is een? Habanero. En is dat heet? Een habanero peper? Ja? Dus die kleine is voor jou en die grote is voor mij? Ja. Oh, zullen we dat gewoon even zo doen? Nee. Ja, ik heb niet zoveel zin in de grote. Zie je. Ah, oké. Okay. En gaan we nog mensen uitdagen dan? Want ja, ik vind het wel een leuke challenge. Wie dagen we uit? Solange en Celine. Solange en Celine. En ik daag Wil, Lagerwij en Levi, Lagerwij uit. Als ze durven tenminste. Nou, dan zeg ik, zullen we gewoon wat doen? We hebben melk, we hebben water. Hebben we nog meer dingen nodig? Nee? Nee. Nou, dan... ik zeg, ik pak een steeltje. Maar neem iets de halve of wat? Gewoon happen. De hele? Ja, de hele, ja. Dat is de challenge, toch? Aan het steeltje en gewoon happen. Wil je nog even een boxer ermee? Ja. Tjing, tjing. Gaat-ie? 3, 2, 1. Heb je hem helemaal? Ja. Is die pittig? Hij is wel stevig, zo met het lontje, hè? Zal ik de rest dan ook maar opeten? Wat doe jij nou? Nou ja zeg. Heb je het heet? Au. Heb je het? Is het pittig voor je? Niet weglopen, waar ga je heen? Nou, ik wacht wel even tot Chloe terug is. Chloe, kom je nog terug? Die kijkers willen weten hoe het met je gaat. Kom terug, je hebt hier water. Freddy! Nee, oude. Chloe, kom daar zitten. Rustig ademhalen. Rustig ademhalen. Oh nee. Ik vond het wel lekker. Hij is wel hier en daar wat scherp, maar voor de rest. Vind ik niet lekker. Nou. Niet die ogen, niet die ogen. Wat doet het pijn dan? In mijn mond. Ja, wat gebeurt er dus met een habanero challenge? Het heet niet voor niets een hete peper. Ik kan beter misschien denk ik als je wat water hebt hier. Neem wat water van papa. Oh, neem melk beter. Niet alles opdrinken, want dan krijg je... Niet opdrinken, gewoon je mond er tegenaan houden. Anders krijg je namelijk water en melk tegelijk in je buik. En dan krijg je nog meer buikpijn van. Nou, ik denk dat we wel kunnen afsluiten, want dit gaat nog even duren. Dus de uitdagers waren Solange uit de klas van Chloe en haar vader dan wel graag uiteraard, want anders is het voor mij ook niet gaan. Wil, Lagerwij en Levi. En wie nog meer? Celine. Ja, en haar vader? Oké, nou dan bij deze. Of haar moeder. Oké, ik zeg
Doe dat maar, want Chloe kan niet zo heel veel meer zeggen. Zeg je nog een dag? Mm.